Het dak van de passage bestaat helemaal uit glas. Daardoor is het hier heel licht en schoon. Maar ja, al die glazen moeten ook gewassen worden. Hoe gaat dat eigenlijk? Vandaag mogen we het dak op met Michel. Hij zorgt ervoor dat de ramen straks helemaal spik en span zijn. Michel, hoe gaat het eigenlijk ramen wassen van de passage? De ramen worden gezeemd met een hele grote machine, met een borstelmachine. Omdat het niet te doen is met een wissertje en een zeem. Dat duurt dan veel te lang. Dus daarom is deze grote machine ontwikkeld. Zeg maar de moderne glazenwasser 2.0. En hoe lang duurt het dan, het glazen wassen? Deze hele grote passage duurt ongeveer 5 dagen. Wow, 5 dagen? Dat is wel echt heel lang. Oké, en wordt het ramen gezeemd met een bepaalde reinigingsmiddel? Het wordt alleen maar gereinigd met gedemoniseerd water. En wat betekent dat? Gedemoniseerd water betekent geen kalk en andere elementen erin. Oké, en wat doet dat dan met de ramen? En dan worden de ramen streeploos schoon. Ah, dat willen we natuurlijk allemaal, streeploze schone ramen. En dat is denk ik een ideale dag om ramen te zeemen. Ben ik het niet helemaal mee eens. Het is net zoals thuis, als de zon schijnt en je wil je ramen gaan doen. Als de zon erop schijnt, dan komen er meer strepen op. Aha. Nou, maar voor jou is het wel lekker. Zeer zeker, ja. Dat zie je ook aan de zonnebril.